En dit keer had ik het over Microsoft Forms. En de klant, maar ook collega's en dergelijke zeiden, hoe ga jij nou een webinar van een uur vullen over Microsoft Forms? Knap. Nou, dat vind ik ook heel knap. Ja. Nou, welkom. Leuk dat je luistert naar de 11e aflevering alweer van de Conclusion Workspace podcast. Nou, zoals altijd weer gasten aan tafel. En ik wil jullie vragen om je even voor te stellen. Nou, Marco Blijnberg, platform-owner van Team Workspace. Daarin verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het leveren van onze werkplekdiensten. En inmiddels alweer de derde keer dat ik hier aanschuif, dus leuk. Ja, gezellig. Ja, het is inderdaad boven in de bar hebben we al een keer gezeten. Ja. Ja, de tweede keer hier. Ja. Martijn Hogebos, ook platform-owner Workspace. Eigenlijk een vergelijkbare rol als Marco. Alleen dit is mijn eerste keer dat ik hier zit. Ja, leuk. Ja. Ik hoop niet de laatste keer, maar dat zullen we achteraf wel gaan bespreken. Ja, gaan we mee maken. Nou, ik ben Dennis van Dalen, ook cloud consultant en videoproducer en host van deze podcast. En ik heb jullie gevraagd om een onderwerp mee te gaan nemen. En dan gaan we net als altijd gaan we ze af. Marco, mag ik jou vragen om te beginnen? Ja, nou, het is een mond vol. Maar het is waar ik zeg maar de laatste tijd steeds meer mee bezig ben, is ook de featureontwikkeling rondom Azure AD. In dit geval de Azure AD Entitlement Management. En dan in het bijzonder de Access Packages. Volgens mij een aantal podcasts terug hebben we al een keer gehad over de Azure AD en de hele Entra-ontwikkelingen die we daarin zien. Entitlement Management is daar dan weer een feature in. En daarbinnen dan weer Access Packages. Okay. Ja, waar gaat het over? Diep de boom in. Toegang. Ja, dus even diep, want ja, ik denk dat we een hele podcast kunnen vullen alleen al over Entra en wat daar aan ontwikkelingen zit. Maar nu even in het bijzonder, zeg maar, die access packages. Het gaat over toegang. Nou, wat je ziet is dat we tegenwoordig heel veel teams, SharePoint sites. Het is best wel lastig. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat je toch weer op een linkje klikt en dan moet toegang aanvragen. Dan gaat dat naar de eigenaar van de site of het bestandje en dan krijg je toegang. Maar gedurende een traject of als jij net in een project start, kan het best wel zijn dat jij op heel veel linkjes moet klikken. Het is vaak heel lastig om te weten van ja, waar moet ik nu bij? Laat staan als je nog eens een externe bent. Hè. Dus stel voor dat wij samenwerken met een extern bedrijf. En je moet dan toegang krijgen tot een projectsite. Ja, dan weet je dat al helemaal eigenlijk niet. Nou, met Access Packages ga je in feite een catalogus vullen van allerlei verschillende soorten toegang. He, dus je vult een catalogus met een Access Package, waarin dan bijvoorbeeld voor een speciaal project staat. Je hebt tot deze drie Teams sites toegang nodig, tot deze SharePoint sites. En dat wordt dan een soort van package. En je kan via een self-service portal, die Microsoft gewoon al in het systeem heeft zitten, myaccess.microsoft.com, kan jij zien welke packages er beschikbaar zijn. En kan je toegang vragen. En die catalog die wordt dan weer beheerd door een eigenaar. En die eigenaar geeft dan goedkeuring. Nou, op die manier krijg je eigenlijk in één keer de hele package van toegang. Nou, met name als je met externe werkt, dus de guest accounts die toegang willen hebben, kun je op die manier ook los. Als iemand in een access package zit en heeft hem toegevraagd of aangevraagd, dan krijgt hij ook gelijk zijn guest account, zijn invite, alles wordt eigenlijk geregeld. En zodra de access package bijvoorbeeld verloopt of de rechten worden ingetrokken, dan wordt ook automatisch het guest account eigenlijk uit jouw omgeving verwijderd. Het hele account wordt verwijderd? Het hele guest account. Ja. Dus op die manier zie je dat. Kijk, en daar zie je natuurlijk heel veel ontwikkelingen in. Binnen dat hele Entra-omgeving zijn op dit moment heel veel nieuwe features in ontwikkeling door Microsoft. Juist omdat samenwerken tussen tenants te verbeteren. En er zijn al allerlei scenario's. We hebben natuurlijk al de Teams Share Channels gehad. En dan dat is dan weer op basis van jouw external ID. Maar nu, ook op basis van guest account kun je weer allerlei toegang krijgen tot andere resources. Ja, en het is best wel lastig om dat goed te beheren. Kijk, in de traditionele omgeving hadden we een file server, een mappenstructuur. En dan had je voor ieder project een mapje, bij wijze van spreken. En dan zat een security groep aan. En als je in die security groep zat, dan zat je in het project en kon je eigenlijk alles. Kon je bij alle bestanden. Nou, nu zie je vaak dat de toegang tot Teams heel erg versnipperd is. Want het kan ook zijn dat iemand een linkje deelt in een Teams. En dan zit iemand niet in die Teams, maar die kan wel bij dat bestandje, omdat hij dat linkje toevallig heeft.
Nou, ook zeg maar om dus het controleren op die toegang zeg maar echt goed te krijgen. Ja, zien we steeds vaker. Het wordt best wel lastig om te beheren. Hm. Dus heel veel organisaties grijpen toch nog een beetje naar het oude, hè, security groepen. Hè, lekker in de lokale AD. Hè, want deze feature werkt natuurlijk alleen maar in de Azure AD. Hè, je moet echt wel in de cloud zitten. Nou, we zien dat natuurlijk steeds meer verschuiven. Maar we hebben op dit moment in die hybride omgevingen. Ja, dus nog steeds een mix van ja, lokale resources, maar ook steeds meer cloud resources. Ja, met name de toegang tot die cloud resources, ja, dat begint steeds meer versnipperd te raken. Dus op zich, hè, deze feature hè, zal best wel wat tijd hebben om dat goed te implementeren. Maar het is zeker de moeite waard om daar ja, wat meer aandacht aan te besteden. Juist ook om veel sneller toegang te krijgen tot, ja, tot de zaken die niet zeg maar specifiek echt bij jouw rol horen. Want een hele hoop organisaties hebben natuurlijk een soort van onboarding proces. En jij wordt bij die afdeling en dan krijg je automatisch toegang tot AFAS en al zulke soort dingen. Hm? Dat wordt zeg maar allemaal wel goed geregeld. Maar vaak ben je daarna nog weken op een zoektocht. Van ja, waar hoor ik eigenlijk allemaal nog meer bij? Ja, of, als de afdeling waar je komt te werken dat niet goed op orde heeft en niet weet, dan kan je best wel eens flink aan het zoeken zijn. Of als jij toegevoegd wordt aan een project, dat het soms kan zijn dat je net één teams mist. Ja. Nou, dat kan best wel lastig zijn. Dan, ja, iedereen gaat mist, dat is best lastig. Ja. En is dat dan zo, dat het klinkt als een soort profiel, zeg maar. Kan gewoon elke afdeling zo'n profiel dan aanmaken? Of is het de IT-organisatie die profielen dan beheert? Je kan dat zeg maar delegeren. Hè? Dus je hebt zeg maar de catalogus waar die verschillende access packages in staat. Daar kan jij een ja, subcatalogus aanmaken. Dat kan je eventueel per afdeling doen of per project. Hè? Dus dat je zegt van nou, ik delegeer de toegang tot de projectleider. En die maakt dan de access package aan voor zijn project. En dat kan bestaan uit meerdere teams, SharePoint sites, libraries. Ja, eigenlijk alles. Hè? Het kunnen ook singles zijn, ontoegang zijn tot SaaS-applicaties. Hè? Dus je kan zo eigenlijk zo'n hele access package samenstellen. Nou, en dan staat er eigenlijk de resources die jij moet benaderen, zitten dan in die access package. Hm. Nou, vervolgens hè, kan het dan natuurlijk zijn dat je zegt van nou, ik weet dat die gebruiker hè, bij mijn project hoort. Maar steeds vaker zie je natuurlijk met die guest toegang, weet je ook niet altijd wie er nou allemaal precies van die andere organisatie zijn. Dus dan is het makkelijk als zo'n externe eigenlijk in die catalogus kan kijken van oh, ik ga nu in project I meewerken. Dan zorg ik ervoor dat ik, dan doe ik een aanvraag voor de access package van project I. Nou, vervolgens kan je dat dan volgen met goedkeuring en de projectleider die kan dan zeg maar de goedkeuring geven. Okay. Dus als je die structuur goed neerzet, kijk, het is met name natuurlijk ook bedoeld om het risico te verkleinen dat jij heel veel toegang eigenlijk nog een beetje openlaat. Want wat je vaak ziet met guest accounts, iemand kan in die andere organisatie weer een andere rol krijgen, doet misschien wel helemaal niks met jouw project, heeft nog wel ergens die linkjes, heeft nog wel ergens de toegang. Ja, het toegang innemen, ja, dat gebeurt bijna niet. Nee. Ja. Dus nou goed, ook omdat, om daar veel meer grip op te krijgen, wordt die feature met access packages ja, steeds meer ontwikkeld in dat hele entitlement management systeem, wat echt die identity governance verzorgt om die lifecycle van zowel de toegang van guest accounts, maar ook interne toegang natuurlijk wat te versimpelen eigenlijk en meer te controleren. Ja. En de verantwoordelijkheid ook bij de juiste te beleggen. En de verantwoordelijkheid echt in de organisatie te beleggen. Want ja, ik bedoel, dat wat we hadden met die file servers en die groepjes, dat kwam eigenlijk altijd bij de afdeling IT terecht. Ja. Nou, en die had dan een hele lijst met allemaal mensen die dan goedkeuring mochten geven. Nou, en als er iemand een goedkeuring geeft, ja, dan kreeg je die rechten. Ook die lijstjes die verouderden weer. En die lijstjes verouderden weer. Ja. En het is heel hoop werk, wat je eigenlijk. Is het een win-win situatie. Als je als projectleider zijnde ben je gewoon blij als je het zelf kan regelen. Precies. En wat je dan in die situatie vaak had, is dat alle externen, die kregen dan ook nog weer eens een account in jouw AD. Hè? Want samenwerken met externen was sowieso altijd lastig. Dus mensen hadden dan meerdere ID's. Nou, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal met de tenants. En als iedereen gewoon in dezelfde Microsoft 365 omgeving zit, kun je op basis van die guest accounts, je neemt zelfs je licentie nog mee. Hè? Dus op die manier ja, kun je zeg maar makkelijker samenwerken. Maar dan moet je nog wel steeds goed die controle houden. Dus dat zijn, ik denk ook mooie ontwikkelingen om te zien dat daar wel steeds meer ja, grip op komt, maar wel ja, zeg maar met de focus op de zelfredzaamheid van een organisatie. Hè. Dus dat je niet, je moet het wel die structuur goed neerzetten. Daar zul je de afdeling IT en dus ons zal je daarvoor nodig hebben. Maar als het helemaal goed is ingericht, dan gaat een groot deel van dat
Ja, van het goedkeuring geven, intrekken. Kan eigenlijk gewoon echt bij de owners liggen. Dus dat... En is het iets waar weer een speciale licentie of iets aan af? Deze specifieke feature, hè, rondom dat Entra zijn heel veel features, hè, die allemaal met verschillende licenties, maar een aantal features en hè, waaronder ook die access packages zitten onder Azure AD P2 heet dat. Hè, dus dat is plan 2. Tegenwoordig zien we dat steeds meer klanten die licentie natuurlijk al hebben. Want daar zitten ook features in als identity protection. Maar bijvoorbeeld ook PIM. Hè, dus het privilege identity management. Ja. Dat zijn allemaal zaken die zitten allemaal in die P2 licentie. En daar zit deze feature ook in. Ja, dus het is wel licentieafhankelijk. Maar een grote kans dat een klant het al heeft. Steeds meer klanten zullen dat ook hebben. En je ziet dat Microsoft wel... En nog steeds wat ze iedere keer zeggen, dat doorontwikkelen. Hè, dus dat er eigenlijk dat je meer waarde uit een licentie haalt. Ja, dat blijft hier natuurlijk wel mee steeds nog van kracht. Dus ik denk dat ook wel goed is om te zien. Ja. Maar ook goed is om te weten dat als je dan eenmaal die licentie hebt, ja, dat je die ook zo goed mogelijk gaat uitnutten. Ja, door die features zeg maar ook in te zetten. Ja. Dus dat zijn zeker ook een aantal rondom dat Entra. Waar wij de komende periode ook met onze roadmap echt wel veel aandacht aan geven. Dus, ja. Gaan de hort op. Ja, ja, ja zeker. Ja. Leuk. Oké, dankjewel. Leuk. Martijn, ja. Volgende onderwerp. Ja, wat heb jij meegenomen? Ik wil het eens hebben over applicatie packaging. Ook packaging, alleen een ander soort. Het is een vrij traditioneel stukje technologie, hè, waar je een applicatie op een voorspelbare en betrouwbare wijze naar de eindgebruiker krijgt. Met daarin ook de juiste customization, de licenties, alles dat allemaal geregeld is. Hè. Dus als je het hebt over een stukje ontzorging is application packaging echt wel daar een heel belangrijk element van in het bedrijfswezen. En dat is denk ik ook meteen het lastige waar we nu in de huidige economie eigenlijk zitten, 2023, waarin we... op consumentenhardware steeds makkelijker gewoon applicaties uit stores kunnen halen. Dat hebben we natuurlijk al, dat doen we al jaren. Maar je ziet dat die wens in de enterprises ook steeds groter en groter wordt. Nou, Microsoft is daar in principe ook op ingesprongen, hè, met Winget. Daar is ook eerder volgens mij in deze podcast... Ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, maar we hebben het er een keer over gehad. Precies. Ja. Nou, dat is eigenlijk de application packaging en distributie waar Microsoft de verantwoordelijkheid voor die applicatie eigenlijk bij de leverancier verlegt. En je merkt dus nu dat eigenlijk de marketingmolen daar een beetje begint te draaien. Hè. Het wordt her en der binnen Intune geïntegreerd. En je ziet dat de marketing, ondanks dat de marketingmolen dus heel, heel lekker draait, dat we in technologie toch eigenlijk wel een beetje achterblijven. Er zitten best wel heel veel haken en ogen aan. Dat is een gevaarlijke combinatie. Ja, ja, ja. En dat is dus ook... daar wilde ik dus ook even over hebben. Hè. En nogmaals, we zien bij veel klanten zien we die vraag dus ontstaan. En er is ook vaak security gedreven. Hè. Want als je bijvoorbeeld een applicatie hebt als Adobe Reader of Chrome... de wat simpele en eenvoudige applicaties... Ja, die wil je eigenlijk altijd dat die bij zijn. Altijd de laatste versie. En Winget is eigenlijk daarin de belofte. Hè, dat je installeert hem en door de applicatie Winget blijft hij altijd geautomatiseerd bij in de laatste versie. Mm-hmm. We hebben de afgelopen weken, maanden best wel tijd en energie vanuit onze packagingstraat. Hè, dus eigenlijk het traditionele packagen van applicaties, hebben we daar veel tijd in gestoken. Nou ja, je ziet gewoon dat daar, omdat eigenlijk de verantwoordelijkheid is verlegd naar de vendor, dat het gewoon niet allemaal even lekker werkt. Je maakt een installatiepackage, dan installeert hij heel keurig via Winget. Maar dan kan je hem weer niet via Winget updaten. Hè. Dan komt er een foutmelding. Of dan installeert hij wel, maar dan kan je hem niet deinstalleren. Ja, dat zijn dus wel gevaren waarin je dus eigenlijk ziet dat aan de ene kant zeggen we van, zo'n packaging applicatie is top, hè, want daarmee kunnen we alles up-to-date houden. Maar als de vendor dus die manifest files waar dat allemaal in staat, die technologie, niet goed bijwerkt. Ja. Zijn wij afhankelijk van. Daar zijn wij als leverancier afhankelijk van. Ja. Als wij dan wel zeg maar de Winget methode
toepassen, ja, dan kan dat eventueel weer tot onverwachte resultaten leiden. Ja. Ja, er zit natuurlijk al verschil helemaal in het begin in dat een consument zelf die gaat naar de App Store en klik, klik, klik en het staat erop. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een groot verschil met of je een applicatie in de zakelijke wereld aanklikt en vervolgens de licentie er al op staat, de juiste instellingen, ja, naar de juiste paden verwijst, alle bedrijfsinstellingen zeg maar er al in zitten. Database koppelingen, alles komt eraan. Dus dat is dan een heel groot verschil wat een gebruiker gewoon eigenlijk niet bij stilstaat. Nee, terecht. Ja. Daar moet een eindgebruiker helemaal niet bij stilstaan. Ja. Hè? Die moet kijken naar welk probleem wil ik oplossen. Hè? Welke applicatie hebben we daarvoor? Die hebben we dan nodig. Ja. En die moet helemaal zich niet druk maken om een instellingje daar, een database koppeltje hier of een licentiebestandje daar. Nee. Dat moet gewoon werken. Nee. Ja. Maar dan wel in combinatie met de laatste versie. Ja, en dat is echt wel het Valhalla natuurlijk. Hè? Ja. Dat je gewoon altijd bij bent. Ja. Hoe fantastisch zou dat zijn? Ja, ja dat... Ja. Hebben wij toch ook een afhankelijkheid? Ja, we hebben er nog een route naartoe, zullen we maar zeggen. Ja. Die volwassenheid in dat landschap is... Ja, wat mij betreft echt nog wel onvoldoende om daar echt op te gaan standaardiseren. Zijn dat ook lastige gesprekken met klanten dan? Versnappen die dit? Nou ja, als je met de klant in gesprek gaat, dan is eigenlijk het beeld van, ja, weet je, het is een makkelijke applicatie. Dus laten we die via de WinCat-methode doen. En dan zijn we klaar. Hè? Dan is het één keer packagen. En dan is hij voor de rest van onze levensduur van de laptop en de applicatie, is hij gewoon bij. Ja. Ja, dat is een verwachting. En die wordt ook gecreëerd door de belofte die WinCat heeft. Hè? Ja. Dus de verwachting is niet gek. Ja. Alleen. Als het dan niet gebeurt, je wil niet achteraf zeggen, ja, sorry, dat security incident. Het ligt aan de vendor. Ja, ja, ja leuk, de vingertje dat wijzen, maar het is wel gebeurd nu. Dat is een vervelend verhaal. Ja. Dus, na uitleg gaan de klanten gaan er natuurlijk in mee. Alleen, ja, we moeten wel... De uitleg geven. Ja, de uitleg geven. En we moeten er rekening mee houden dat het wel is waar we naartoe willen. Ja. He, dus wij blijven vanuit onze dienstontwikkeling ook voortdurend kijken of dat volwassenheidsniveau wel is behaald. Dan zien we daar wel een stijgende lijn in dan? Zeker, zeker, zeker. Er zit zeker een stijgende lijn in. Alleen, het is nog niet op het niveau waarvan we zeggen van we kunnen dit echt als standaard gaan inzetten. En kan je iets zeggen over wanneer de verwachting is dat het dan wel is? Hebben we het dan over een maand, een half jaar, een jaar? Ja, mijn ervaring is dat als Microsoft ergens de schouders onderzet, dat het best snel kan gaan. En je ziet nu dat de WinCat ook is geïntegreerd in Intune. Daarmee geven ze toch echt wel te kennen dat dat wel hun pad voorwaarts is. Dus ik verwacht wel dat we met een jaar... Dat we echt wel op dat niveau zijn. Hè? Ik denk dat Microsoft gewoon het is een beetje vraag en aanbod altijd. Hè? Ja, want Microsoft kan wel willen, maar de leveranciers moeten wel precies volgen. Ja, Microsoft heeft niet de beste track records wat betreft de app stores en applicatiebeschikbaarheid. Dus ja, we moeten even kijken hoe dat loopt. Ja. En je ziet dat die leveranciers volgens mij hun focus ook echt op het functionele van de applicatie. Hè? Daar zit waarschijnlijk het meeste van hun development prioriteit in. Hè? Dat distributiemechanisme is uiteindelijk ook wel super belangrijk. Hè? Zeker als je een grote omgeving hebt om die applicaties voorspelbaar bij alle klanten te krijgen. Maar ja, toch zie je dat als ze moeten kiezen, dan gaan ze eerst voor al die functionele. Daar zit hun waarde natuurlijk. Ja, verrijking van de feature set. Ja, dat is logisch dat daar hun primaire focus op ligt. Staat een stuk leuker op je website van we hebben deze feature en dat heeft de concurrent niet. Ah. Ja, en ik bedoel dat die bij zoveel werkplekken zonder problemen geautomatiseerd geïnstalleerd is. Ja, dat vinden ze dan minder. Ja, heel belangrijk, maar komt minder over. Belangrijk voor de eindgebruiker en niet voor de leverancier. En uiteindelijk zou die waardeketen wel compleet moeten zijn natuurlijk, maar ja. 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 Dan zie je een ander businessmodel. Net zoals, want dat is natuurlijk wel de in de stores. Hè, het gaat natuurlijk ook zo goed, omdat een hoop van die applicatieleveranciers er dan zelf wel een bepaalde baat bij hebben, dat het zeg maar goed vanuit zo'n store geïnstalleerd wordt. In de store is, kijkend naar een iPad of een iPhone. Ja, dat is een seamless ervaring. Dat is gewoon, je drukt erop en je moet nog je akkoord geven op de financiële afwikkeling en dat draait door. En dat zakelijk gezien werkt het ook zo. Hè? Als jij zakelijk een applicatie nodig hebt op een iPad, dan is dat ook een
een seamless ervaring. Ja, dat die geïnstalleerd wordt. Maar dan wordt hij niet geconfigureerd voor je. Nee, en dan staat de licentie er ook niet standaard op. De licentie zou dan nog kunnen via... Ja, via nee, maar de bedrijfsinstellingen die staan er dan niet op. Nee. En dat is natuurlijk wel een belangrijk verschil. Ja. Ja. En dat zeker op applicaties die je wilt distribueren naar Windows devices of ander type devices. Ja, dan wil je dat wel het liefst in één keer gefixt hebben. Ja, ja. Ja, leuk. Leuk inzichtje zo in... Ja, toch zei ze 15 jaar geleden al dat alles webapplicaties zou worden. Dat we helemaal geen applicaties meer hoeven te installeren. Ja, toch zitten we daar nog steeds op. Hè? Ja, ja, inderdaad ja. Ja, het is nog steeds niet zo dat ik denk dat dat binnen een jaar... Plus runtime applicaties. Dan kan je wel een webapplicatie hebben. Maar dan heb je toch weer iets nodig om... Weet ik veel, grafiekjes te bekijken of andere dingen. Ja, database koppelingetje hier. Ja. Ja. Dat is toch allemaal niet zo laagdrempelig als dat ooit voorspeld is. Ja, leuk hè. Allemaal verwijzingen naar vorige podcast. Volgens mij hebben we de vorige keer over de nieuwe Outlook gehad. Die helemaal webapp. Ja, prachtig. Maar ja. Er staat ook nog wel wat haken en ogen aan. Ja, ik wou net zeggen. Ik heb hem even geïnstalleerd en daarna weer teruggegaan. Want nee, ik kon bepaalde dingen nog niet. Ik blijf het stug volhouden, maar het is, ja, leidt wel eens tot ergernissen. Ja, leuk. Ja, ik heb een onderwerp meegenomen die ook net even iets anders is. Vaak praat ik over nieuwe functies van Teams en dergelijke. Maar ik heb vorige week een webinar gehouden voor een klant van ons. En dat heb ik vaker gedaan over een Teams en over een SharePoint en OneDrive. En dit keer had ik het over Microsoft Forms. En de klant, maar ook collega's en dergelijke, zei... Hoe ga jij nou een webinar van een uur vullen over Microsoft Forms? Nou, vind ik ook heel knap. Ja. Ik heb moeten lullen als brugman. Echt snel moeten doorgaan, want ik vind het echt een fantastisch product. En stiekem zitten er toch ook nog best wel veel opties in. Terwijl het ziet er juist weer heel eenvoudig uit. En dat vind ik ook echt het mooie van Forms, hoe ze dat hebben gedaan. Het is best een oud product en ze hebben wel wat vernieuwingen erin zitten. Maar ook weer niet schokkend veel of zo. Dus ik dacht, ik ga het eens over Microsoft Forms hebben. En voor degene die niet weten wat Microsoft Forms überhaupt is. Hè, dat kan natuurlijk ook nog. Forms is een Office 365 applicatie waarmee je als gebruiker zijnde een formuliertje kan opzetten. En dat formuliertje kan je versturen en die kunnen mensen dan invullen en jij verzamelt de antwoorden. Nou, je kan allemaal verschillende soorten formulieren maken. Hè. Je kan het van wie is er op de kerstborrel, meld je aan en heb je nog dieetwensen of niet, zeg maar. Maar je kan ook een quiz ontwikkelen. Dus de punten aan de antwoorden hangen. Zodat je gewoon een toets zeg maar, kan maken. Die kan je dan ook als eigenaar kan je de antwoorden beoordelen. En toetsresultaten ook terugkoppelen. Van nou, goed gedaan. Of dit en dit antwoord heb je gegeven. Maar het moet dit en dit zijn. Dus een hele toetsen kan je erin in maken. En nou, je hebt ook allerlei verschillende type vragen die je kan gebruiken binnen Forms. Dus gewoon de open vraag met een kort antwoord of een lang antwoord. Je kan een meerkeuze vraag geven. Je kan sterretjes en duimpjes geven. Je kan bestanden laten uploaden. En dus je kan zeggen, nou, stuur een tekening van iets in. Dan kan je ook zeggen, nou, ik wil alleen maar afbeeldingen kunnen laten uploaden door de mensen. En dat allemaal heel eenvoudig. Je kan echt binnen no time kan je een formuliertje in elkaar zetten. En dat kan ook echt iedereen. En dat was ook het leuke tijdens zo'n webinar. Dat je gewoon ziet aan de mensen, ook die Forms nog niet hebben gebruikt. Van hey, dit is echt wel heel snel in elkaar te zetten eigenlijk. Dus ja, ik heb ook een onderwerp gezegd. Ja, ik ben gewoon eigenlijk een beetje verliefd op Microsoft Forms. Ik vind dat echt een product wat... Oké, het is niet het meest uitgebreide. Maar het is bij iedereen die ik het uitleg of laat zien... heeft zoiets van, nou, maar dit is echt wel heel erg bruikbaar. Dit is echt wel... dit ga ik echt wel gewoon inzetten in de toekomst. Als ik weer een uitvraag heb, ja of nee.
Ik kwam ook één functie tegen. Die had ik nooit eerder gebruikt, maar ter voorbereiding voor die webinar ging ik hem toch testen. En dat was de importfunctie. Dus je kan een bestand uploaden. En dat moet een PDF of een Word bestand zijn. En dat is dan dus een vragenlijst die je uploadt. En dan maakt hij er een formuliertje van. Nou, dat klinkt fantastisch. En dat is het ook. Als je heel strikt aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hè, dus het format maar helemaal klopt. Ik ben, ik denk wel 10 minuten bezig geweest om te zorgen dat mijn Word-documentje klopte voor de demonstratie. Dat daarmee de import goed ging. Maar dat was het enige waarvan ik tijdens het webinar zei van, ja, dan kan je beter gelijk de vorms in één keer maken. Upload misschien, als je zo'n enquête hebt, upload hem een keer. Maar ja, vervolgens, het is zo makkelijk om een enquête in elkaar te draaien. Dus ga alsjeblieft gewoon, als die niet goed importeert, ga gelijk aan de gang. Want daar mogen ze nog wel wat in verbeteren. En functies waarvan mensen vaak niet weten dat ze bestaan, bijvoorbeeld, is branching, vertakkingen heet het in het Nederlands. Dus dan kan je zorgen dat als je een meerkeuzevraag hebt, bijvoorbeeld, dat als je A antwoordt, dat je dan naar de volgende vraag gaat. Maar als je B invult, dat je dan naar de vraag overslaat en alvast naar de volgende gaat. En ja, dat kan zo simpel als dat, maar je kan natuurlijk helemaal losgaan met, ja, afhankelijk van welke antwoorden je geeft, krijg je hele andere vragenlijsten. Nou, daar kan je hele leuke dingen mee doen. En een andere optie is om secties toe te voegen. Soms krijg je wel eens een enquête en die is dermate lang. Bij het openen denk je al van, doe maar niet. Doe wel even een andere keer. Terwijl als je secties aanbrengt, gewoon logische pagina's zijn het eigenlijk, dan ziet de gebruiker gewoon de eerste sectie, ziet een aantal vragen, vult die in, drukt op de knop volgende en krijgt dan de volgende set aan vragen. Eventueel met zo'n branching erin, ja of nee. En dat maakt het gewoon wat overzichtelijker. Het is nog steeds hetzelfde set aan vragen. Maar evenveel vragen. Ja, de gebruiker ziet dat niet in één keer. Dus, en wordt ook een beetje begeleid erheen. Het lijkt toch minder werk als niet. En opties als, ik had hem nooit eerder gebruikt, maar een tijdsduur opgeven dat iemand heeft om het formulier in te vullen. Misschien wat meer in combinatie met zo'n toets. Maar je kan er gewoon zeggen, oké, een gebruiker heeft 10 minuten om een vragenformulier in te vullen. En na die 10 minuten wordt hij automatisch submit. Dus ook al drukt hij niet op de knop, je krijgt toch wel de antwoorden tot dan toe binnen. En daarna kan diegene niet meer verder. Nou, dat is een functie die ik, ja, ik wist hem wel, maar nooit gebruikt. Hij kwam er nooit gebruikt, maar hij kwam wel naar boven ter voorbereiding. En ja, het is toch best een grappige functie. Dus ik dacht, dat is leuk om eens een keertje forms onder de aandacht te brengen. Dat, ja, grappig is dat ik toevallig 2 weken terug voor het eerst mijn eerste forms formuliertje heb gemaakt. Okay. Ik moest ook een korte vragenlijstje doen en denken naar wat mensen rondsturen. Ik denk, probeer eens in forms. Ja. Ging eigenlijk best soepel. Ja. En het is ook leuk, hè, om die antwoorden, die heb je dan ook mooi gebundeld bij elkaar. Mooie grafiekjes krijg je ervan als je meer keuzevragen maakt. Ja. Dus ik vond het wel heel geinig. Ja, en ook mooie integraties hebben ze, hè, met andere producten. Dus je kan tegenwoordig ook gewoon in PowerPoint, heb je een knop Microsoft Forms. En dan kan je gewoon een formulier in je PowerPoint importeren. En dan heb je dus de resultaten ook in je PowerPoint zitten met de vragen. In Teams heb je dat natuurlijk ook. In een meeting, zoek als app in je meeting. Je kan er nu nog forms zoeken. Hij is hernoemd naar polls. Maar dan kan je een polltje houden in je Teams vergadering. In Outlook zit een forms integratie. Dus ook in een nieuwe Outlook. Dat is een goeie. Vast wel. Geen idee. Maar ik denk het wel. Ja. Maar dit zijn denk ik ook van die tooltjes die je dan, als ze onder de aandacht gebracht worden, denk je, oh ja, dat hebben we ook nog. Hè? En dat is natuurlijk denk ik voor gebruikers soms best wel lastig. Hè? Want die hangen heel erg nog gewoon aan de Word, Outlook, Excel. Dat hoef je niemand zeg maar uit te leggen. Maar in die hele Microsoft 365 suite zitten natuurlijk nog zoveel andere tooltjes. Ja.
die het eigenlijk allemaal een stuk makkelijker maken. Want hoeveel mensen zullen er nog steeds zijn die een Excel rondsturen met vragen of gewoon een groep mensen dezelfde vraag stellen en al die mailtjes bij elkaar gaan zitten schuiven. Ja. Ja, daar is natuurlijk Forms is ideaal voor om zeker ook die output te organiseren. Ja, nu je dat zo zegt, ik moest een tijd terug een agenda afspraak met een hele grote groep maken. En wilde ik ook, je kunt stemmen in Outlook natuurlijk. Maar dat de hoeveelheid keuzeopties die je hebt is maar heel beperkt. Dus ja, dat had ik misschien achteraf met Forms kunnen doen. Ja, opties geven. Of er zit ook een datepicker optie in. Dat iemand zelf de data kan invullen. Ja, dus het is dan vaak aan het van. Want dan zijn het inderdaad van. Ja, voor welke use case gebruik je het dan? Hè? Want dat is natuurlijk in die hele toolset. Ja. Ja, en dan als je dan zo terugdenkt, ja, dan had ik daar beter Forms voor kunnen gebruiken. Ja. Dat is dan vaak achteraf. Ja, en dan staat die data ook gewoon netjes in de tenant. Forms heeft bijna iedereen, om de meest lichte licentie krijg je het ongeveer al erbij. Ja. Dus iedereen heeft toegang daartoe. En nou, ik heb het vandaag nog gehad. Dan krijg ik weer van een collega dus een berichtje. En dat verwijst dan naar Google Docs of Google Formulieren. Nee! Oh jee. Nee, dus dat is er gewoon vriendelijk op wijze. Ja, conclusion collega. Niet workspace collega. Okay. Maar van ja, joh, waarom heb je hiervoor gekozen? En vaak is het dan toch, ik ken dat nou eenmaal of zo. Hè, of iets in die richting. Maar het is wel gewoon data wat, en in dit geval was het niet data die bedrijfsgeheimen zijn of iets dergelijks. Dus dat viel wel mee. Maar ja, en vervolgens werkte dat ook nog eens een keertje niet. Dus af en toe. Ja, dat is dan helemaal zonde. Ja. Ja. Nou ja, je hebt het in je. Ja, het zit zeg maar in je gereedschapskist. Hè? Dus ja, waarom zou je het dan niet gebruiken? En het zit inderdaad gewoon in de tenant. Hè? Dus ook wat je zegt, hè, de integraties met andere pakketten, dat werkt natuurlijk gelijk ook goed mee. Dus, Ja, dus helemaal na vanochtend dacht ik, nou, dit is toch wel een goed onderwerp om in de Workspace podcast eens een keertje onder de aandacht te brengen. Ja. Ja, zeker. Nou, dan ronden we de 11e aflevering hier alweer bij af. Dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor de deelname. Ik hoop dat de eerste podcast iets leuks was. Dat je het vaker wil doen. Wel leuk. Mag je vaker vragen? Leuk, mooi. Nou, tot de volgende keer. Yes. Goed. Oké, hey, bedankt. Yo.